Bredenoord, ambitieuze tachtiger. Intense kleutertijd voorbij. Voorst voor alle leeftijden. Dit is Sky Regio, het programma met vacatures en goed zakelijk nieuws uit de Stedendriehoek. Met natuurlijk de gemeente Voorst als economisch kloppend hart. Nou, het gaat goed met de ondernemers in de regio. En dat kun je ook terugzien aan de vele vacatures die er zijn. En die vindt u allemaal op www.werkeninvoorst.nu. Vandaag hebben we maar liefst 8 gasten aan tafel en ook daar heel veel vacatures. En we zijn te gast in het prachtige kasteel De Lathmer op het terrein van Zozijn. En dat ziet er van bovenaf nog indrukwekkender uit. Ja, we beginnen vandaag bij Bredenoord, want die bestaan maar liefst 80 jaar en dat is goed gevierd. Margien Storm van Leeuwen, welkom. Ja. Jij bent, ik ga het even heel goed zeggen, manager New Business Marketing and Communication bij Bredenoord. Hoe hebben jullie het gevierd, 80 jaar bestaan? Aan de ene kant bescheiden, we hebben het met onszelf gevierd en onze mannen en vrouwen thuis. Maar uiteindelijk ook wel heel intens. We hebben een eigen Bredenoord muziek- en slagerfestival naast ons terrein opgebouwd. Oh, geweldig. Omdat we tegenwoordig ook heel wat vestigingen in Duitsland en Denemarken hebben. Oké. Dus we met hebben de biertafels en alles. Biertafels, we hebben alle culturen samengebracht. We hebben een hele muziekbattle gehad. En een fitte tachtiger zijn we. Ja, klinkt goed. Goed gevierd. Heel even, het Bredenoord van 80 jaar geleden. Dat lijkt me niet meer te vergelijken met het bedrijf van nu. Kun je daar iets over vertellen, van die ontwikkeling? Ja, het is natuurlijk van toch een heel klein familiebedrijf naar een geen middenklein familiebedrijf ontwikkeld, mm-hmm. internationaal en met grote ambities, mm-hmm. grote professionalisatieslag zijn we op dit moment aan het maken. Ja. En, want ik neem aan dat jullie op zijn minst nog een keer 80 jaar willen volhouden. Hoe ziet de toekomst eruit? Waar richten jullie je op? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Mm-hmm. Wij hebben nu, we zijn bezig met aggregaten, zoals de meeste mensen wel weten. Verbrandingsmotortechnologie, fossiele diesel. Mm-hmm. Nou, daar hebben we 80 jaar een mooi succesverhaal van weten te maken. Mm-hmm. Maar voor de komende 80 jaar moet daar wel wat bij. Want dat zullen we niet enkel meer met fossiele diesel gaan doen. Yeah. En ook de verbrandingsmotortechnologie, super betrouwbaar. En die zal er ook nog wel blijven. Maar er komen allerlei nieuwe technologieën bij. En dus, kun je voorbeelden noemen waar jullie je nu op richten? Ja, je ziet dat we heel actief bezig zijn met bijvoorbeeld connectiviteit of Internet of Things. Mm-hmm. Nou, dat is een behoorlijke revolutie bij ons, want we hebben al heel lang heel veel E&W-engineers. E&W? Elektriciteit en werktuigbouwkundige engineers. Ja. Nou, hele stoere mannen die van alles maken. Maar daar moeten opeens nu ICT-engineers bij. Mm-hmm. En dat vraagt wel wat voor ons als cultuur. Maar aan de andere kant komen er hele mooie nieuwe producten uit die naast dat ze betrouwbare stroom leveren, mm-hmm. op een hele ingenieuze wijze, ook veel meer informatie aan onze klanten geven.
Ja. En daar zie je ook eigenlijk de ontwikkeling, dat de machine die vroeger centraal stond, die blijft nog steeds. Maar je kruipt steeds dichter naar de klant toe, van hoe wil jij je betrouwbare stroom hebben? Ja. Wil je weten hoeveel emissie je hebt? Wil je weten wanneer de service komt? En dit doen we internationaal, dus ook op locaties waar we fysiek zelf niet meer kunnen komen. En dus ICT gaat een belangrijke rol spelen, hoor ik jou zeggen. Ja, dat is één. En, wat is dan zeg maar het effect op het personeel? Want betekent dat dat jullie ook een heel ander type medewerker nodig gaan hebben? Of nou, dit komt erbij, dus het krijgt een belangrijke voet in onze organisatie. Maar de kennis en de kunde die we natuurlijk al jaren hebben opgebouwd, die blijft ook. Dat is heel, heel belangrijk om ook in stand te houden. Dus we zijn meer dan ooit ook op zoek naar nog steeds hele goede technische en technisch-commercieel personeel of stagiaires. Die interesse hebben in een internationaal bedrijf. Maar ook naast dat hele ICT-stuk ook interesse hebben gewoon in brandstoffen, in commercieel producten vermarkten. Het is nog steeds ook een bedrijf zoals we waren. Precies, en dan gericht op de toekomst komt daar dus een nieuwe tak van sport bij. Die vacatures, die zijn in ieder geval te vinden op www.werkinforce.nu. Ja. En als mensen interesse hebben, gewoon bellen, schrijven, mailen. Zeker, en ook als je zegt, goh, ik kan iets heel bijzonders, misschien is dat voor jullie. Ik hou van energie, ik ben geïnteresseerd in duurzame energie. Ook als je de vacature er niet bij zit, nodig ik iedereen uit om toch even een briefje te doen of een belletje te doen. Nou, bij deze, dankjewel voor je komst en ik zeg op naar de volgende 80 jaar. Zo is dat, dat gaan we doen. Bedankt. En er zijn meer jubilea in de regio, zoals bij restaurant Intens, behorend bij Hotel Terme Buslo. Want daar hebben ze een lustrum gevierd. Jeroen van der Veen, welkom. Nou, jullie hebben het goed gevierd, we hebben daar beelden van. Gaan we even naar kijken. Everybody seems to think that we'll be good together. Everybody's got a new talk, say make you be my lover. But they don't even know if I'm your speckle. I don't even know if I take your breath away. You don't even know my wildest dreams. Maybe it is all just chemistry, but I Nou, dat zag er heel gezellig uit. Ja, dat zag er goed uit. Ja. Jullie maken in het menu een verwijzing naar die 5 jaar Intens. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe ziet dat eruit? Klopt, we hebben een menu samengesteld waarin we de beste gerechten van de afgelopen 5 jaar willen laten terugkomen. Maar daarbovenop hebben we gezegd, eigenlijk zou elk gerecht één van de zintuigen moeten raken. Dus je hebt voelen, horen, ruiken, proeven en zien. Ja. Nou, en elke gang van die 5 gangen kom je één van die zintuigen tegen. Nou kan ik er een heleboel snappen, maar horen als je aan het eten bent, ja, dat ruist het dan? Of? Nou, daar hebben we iets bijzonders op gevonden. En daarmee maken we dan ook weer de link met de Termenbuslo. En in de termen hebben we een van de rituelen, dat is een klankschaalritueel. Ja. En dan is het leuk als je bij het dessert, aan het eind van het diner, die klankschaal weer terug hoort te komen. Nou, en wat het precies is, is het natuurlijk een verrassing, want daar moeten de gasten voor komen. Ja. Maar daar ga je horen terugkomen. Okay. Kun je een van de succesmenu's of succesgerechten noemen die op het menu staan? Ja, het blijft natuurlijk wel een beetje een verrassing. Okay. Maar we gaan de gasten echt verrassen. En aan tafel ga ik nog een opgieting meemaken, zoals je die ook in de sauna meemaakt. Okay. Deze keer hou je de kleren aan. En nou, dat wordt leuk, dat wordt intens. Okay. Nou, dan gaan we met z'n allen bij jullie eten. Dan komen we er vanzelf achter. Dan even over een nieuw te openen vestiging. Volgend jaar november, Terme Bierendonk, zeg ik goed? Ja, de Bierendonk. De Bierendonk, Nijmegen-Wiegen. Ja. Ja, daar zijn jullie nu al wel al personeel voor aan het werven. Waarom zo vroeg? Oh. Ja, dat klopt. We hebben het afgelopen januari hebben we Termen Soesterberg overgenomen. Ja. En toen hebben we gemerkt, toen stond eigenlijk het team van Termen Bierendonk al klaar. En toen hebben we gemerkt, op het moment dat je het overneemt en je gaat daar met een compleet opgeleid team heen vanuit Termen Buslo,
Dan staat zo'n organisatie. Dan heb je de juiste cultuur staan, dan weten de mensen wat gastgerichtheid is, wat ondernemerschap is. En dat heeft ons enorm geholpen. Dus het team wat straks in november in de Berendonk aan de slag gaat, wordt nu al helemaal... Ja, daar zijn we nu aan het werken. Ja, dus dat ze helemaal op elkaar ingewerkt... Klopt, aan de bak ja. En dat gaat eigenlijk alle lagen in de organisatie door. Dus leiding, uitvoering, aan alle kanten nemen dus nu al de mensen aan. Zodat we straks in november, de verwachting dat we open gaan in 2018, dat we dan ook een team hebben staan en dan ook gelijk van start kunnen. En jullie zijn dus nu aan het werven voor wat voor functies? Ja, dus voor de hele organisatie. Dus ja. Wij verwachten 250 medewerkers daar nodig te hebben. Okay. En dat gaat dus vanuit van keuken, bediening, beauty salon, masseurs... Saunapleinmedewerkers, hoofdkoes, bedenk het maar, alle functies. Nu is die vestiging, die wordt geopend dan in Nijmegen-Wiegen, maar mensen uit de regio, kunnen die daar ook op solliciteren? Ja, zeker. Het is eigenlijk maar een half uur rijden. Dus dat is best goed te doen vanuit deze regio. Ja. Natuurlijk zoeken we ook mensen uit de regio Nijmegen-Wiegen. Maar mensen die zeggen van, maar daar wil ik graag gaan werken, dat lijkt mij een leuke plek om een bijdrage te leveren. Ja, die mogen daar natuurlijk aan de slag. En kan je dan ook op verschillende vestigingen te werk gesteld worden? Ja, dat is het mooie denk ik van onze organisatie. 3 locaties, dus je kunt ook op 3 plekken aan het werk. En dat maakt ook dat je je uren eigenlijk altijd wel kunt gaan maken. Ja. Dus je kunt eigenlijk je uren gaan stapelen bij het bedrijf Thermobislo. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Ook die vacatures zijn te vinden op www.werkeninforce.nu. Nou ligt hier iets prachtigs, een keurmerk Echt Veluwe. Kun je heel kort vertellen wat dat is? Ja, ik ben vanochtend op pad geweest en ik mocht deze certificaten gaan uitreiken bij allemaal streekproducenten in de regio. En dat is eigenlijk een vrijwilligersbaantje wat ik naast mijn huidige job mag doen. Maar ik vind het zo mooi dat er in deze regio zoveel streekproducenten zitten die echt iets laten proeven van onze van onze bodem. En die staan veel te weinig in het daglicht of in het zonnetje. Ja. En wij proberen dus met onze stichting juist die producenten die echt iets klaarmaken van Veluwse bodem, om die even extra in de picture te zetten. Oké, okay, en dan is het echt Veluwe. Als je dat keurmerk hebt, weet je, dat komt van deze streek. Ja, ga dus op zoek naar producenten met dat keurmerk. En dan weet je zeker dat je iets goeds in huis had. En gebruik ze bij Thermobislo ook? Uiteraard. Ja. Okay. Nou, dankjewel Jeroen voor je komst. Oh, tot slot, jullie winnen altijd prijzen. Nog een prijs gewonnen onlangs. Ja, we hebben meegedaan aan de wereldkampioenschappen Aufkoes. En daar mochten we de tweede plek bemachtigen. Oké. Nou, alweer gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dan doen jullie goed. En ongetwijfeld tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Dank je. En dan is het nu weer tijd voor de column van Jan de Kroon met zijn geheel eigen kijk op mobiliteit. Dat loopt gesmeerd. Je kunt merken dat de economie in Nederland aantrekt en dat de consument en bedrijven de weg naar online bestellen weten te vinden. Je kunt merken dat de bedrijven in de steden driehoeken meer te doen hebben. Bouw. Minder mensen lopen bij huis, ze moeten meer rijden om naar hun werk te komen. We kunnen merken dat we meer liters verkopen en dat het gelukkig weer beter gaat. Op de webshop zijn we op zoek naar fulltime en parttime medewerkers. Dan moet ik zeggen dat is meer het logistiek gedeelte. Dat we echt wel een paar flexibele krachten zoeken die van aanpakken weten. Daarnaast hebben wij vooral veel vast personeel, omdat we het belangrijk vinden dat een pomp een gezicht heeft. We zetten vaak wel wat in op wat oudere werknemers, die we ook aannemen. Recent nog iemand aangenomen van midden 50 en dat bevalt ons vaak uitstekend. Daarnaast zijn we wel op zoek naar weekendkrachten en die scholieren, studenten die flexibel zijn en die graag willen werken, die een centje willen bijverdienen. Maar die het ook leuk willen vinden. Die zeggen van, hey, ik vind het leuk klantcontact. Ik wil iemand helpen, ik wil iemand adviseren. En daar zijn we echt gewoon naar op zoek. Ouderwetse service en gewoon je afspraak nakomen, dat is gewoon heel erg belangrijk. De herfst is nog maar net begonnen, maar bij Schoneveld Breeding zijn ze al helemaal druk met het voorjaar. Want daar verwachten ze begin 2018 een enorme piek in de werkdruk. Peter Richterink, welkom. Jij bent teamleider bloemzaadproductie. Vanwaar die piek in de werkdruk? Nou, we hebben een aantal gewassen. En
die zijn alleen maar te maken in het voorjaar. Dus dat betekent ook dat je er dan moet zijn, want doe je het in het najaar, dan werkt dat niet. En welke gewassen hebben we het dan het over? Zijn de Primula acaulissen en de ranonkels. Ja, dus die worden op dat moment gekweekt. Ja, en klopt. Daar hebben jullie dus medewerkers voor nodig, voorjaarsmedewerkers, seizoenmedewerkers. Ja, het zijn echt seizoenskrachten, ja. die maar een kortere periode werken, van ongeveer eind december tot eind mei. Oké, eind december al van dit jaar. Ja. Oké, en hoeveel mensen hebben we het dan over? We zoeken ongeveer 30 mensen. En wat moeten deze mensen gaan doen? Deze mensen zijn eigenlijk de bijen, want die gaan bestuiven en die zorgen dat er zaden op de planten komen. Precies werk, lijkt mij? Of? Heel precies, ja. Ja. Moeten vrij nauwkeurig zijn en gewoon rustig, geconcentreerd de hele dag kunnen werken. Ja. En voor hoeveel uur in de week hebben jullie dan die mensen nodig? Nou, dat kan verschillen. Het makkelijkste en het handigste is gewoon een uur of 30. Maar als je zegt, nou, het komt me niet helemaal uit, het kan iets minder, dan kan het ook. Mm-hmm. Ja. Maar stel, ik ben scholier en ik heb na schooltijd ook nog tijd, dan is dat denk ik net te weinig uur. Ja, ongeveer minimaal 20, tussen de 20 en 30. Ja. En dat is allemaal overdag? Ja. Ja. En waar moet iemand nog meer aan voldoen? We zeiden al, je moet precies zijn mm-hmm. en geconcentreerd kunnen werken. Verder nog? Ja, wel. Het is een hele grote groep, dus het is fijn als je gewoon met mensen om kan gaan. En een klein beetje affiniteit met planten is ook wel handig. Ja. Want ja, je moet wel goed om je om kunnen gaan. Ja, ja. En dus het is van januari tot mei. Ook deze functie staat natuurlijk weer op www.werkeninforsten.nu. Heel even voor jou persoonlijk als teamleider, wat is het mooiste aan het werken aan deze planten in die periode? Het is voornamelijk de combinatie tussen het werken met een heel mooi bloeiend product en heel veel verschillende mensen. En dat vind ik erg leuk aan. Ja. Ja. En aan jou om dat in goede banen en allemaal juist. Op tijd ja. af te krijgen. Nou, wens ik heel veel succes bij. Dank je wel. En dank voor je komst. Ja. Ja, aan tafel Gerard van Dalen van Dalen Installatietechniek. Het gaat goed met jullie, hè? Het groeit steeds meer nieuwe projecten. Ja, wat is het geheim? Wat is het geheim? Ik denk het nakomen van afspraken. Het is volgens mij heel simpel. Wat je zegt, moet je doen. Ja. Ingewikkelder is het niet. Nee, nou ja, maar wel knap dat je het dan zo goed volhoudt. Dat doet misschien niet iedereen. Jullie hebben net weer een heel groot project binnengehaald. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is binnengehaald. We zijn er druk mee aan het uitvoeren intussen. Want tegenwoordig worden projecten ook nogal snel gebouwd, zeg maar. De voorbereiding duurt langer, zeg maar, dan de werkelijke uitvoering. Dat is onder andere Metos in Deventer. Wat is dat voor een organisatie? Het is een bedrijf in grootkeukens. Mm-hmm. Dus echte spoelapparatuur, vaatwassers, grote keukenapparatuur. En dat verhandelen ze daar, zeg maar, een stuk showroom, een stuk inrichting. Dus waar mensen kunnen kijken, zeg maar. En aan jullie de schone taak om daar de hele installatietechniek te verzorgen. Ja, ja. Van ontwerp tot en met oplevering, zeg maar. Ja. Nou, heb ik begrepen dat jullie daar behoorlijk wat vacatures ook voor hebben, voor deze klus. Dus we gaan het even heel gestructureerd per fase doornemen. Okay. Hè? Ja. Ontwerpfase. Wat hebben jullie nodig aan mensen? Ja, voor de ontwerpfase zoeken wij mensen natuurlijk met verstand van installatietechniek. Creatief. Dat is wel iets wat bij ons past, zeg maar. Niet altijd de standaard oplossing. Met verstand van elektrotechniek of werktuigbouwkundige achtergrond. Oké, en hangt daar nog een functienaam aan? Of, nou, ontwerper. Ontwerper, ja. Nou, ja. Logisch, in de ontwerpfase. Ja. Ja. Calculatiefase? Ja, in de calculatiefase zoeken we, ja, eigenlijk, ja, we heten het calculatiefase, maar eigenlijk zoeken we kostendeskundigen. Hm. Mensen die verstand hebben van prijzen, maar ook van delen van installaties, van gebouwen. Ja. Dus, en zowel ook elektrotechnisch als werktuigbouwkundig gebied weer. Maar wel daar ervaring ja, is belangrijk. Bij voorkeur wel met een beetje ervaring. Ja. Ja. En de engineeringfase? Ja, de engineering houdt zich met name bezig met een stukje detaillering, uitwerking, zeg maar, van de installaties die aan het begin ontworpen zijn. Ja, en dan praat je echt over engineering, dus echt over de schroefjes en de boutjes, zeg maar. Ja. Ja. En daar dus ook dringend mensen voor nodig. Ja, om hoeveel vacatures hebben we het dan zo in deze fase? Ik denk, totaal hebben wij op dit moment tussen de 10 en 15 vacatures. Oké, dat zijn er behoorlijk wat. Ja. Dan hebben we nog de uitvoeringsfase. Ja, daar zoeken we... We hadden een advertentie staan waar wij zoeken geen monteur, maar we zoeken gedreven collega's. Aha. Dus we zoeken ook mensen die echt betrokken zijn bij het werk, hart hebben voor techniek,
van aanpakken weten. Dus dat zijn de mensen die we zoeken. Ja. En tot slot de service- en onderhoudsfase. Ja, nadat een project bij ons opgeleverd is, krijg je altijd een onderhouds- en een servicefase. Dat is voor ons ook weer een stukje continuïteit met de opdrachtgevers, zeg maar. Geen eenmalige successen. En de servicemonteurs, ja, we zeggen altijd, zijn onze ambassadeurs. Maar in principe is elke medewerker onze ambassadeur. Maar in ieder geval, ja, mensen met, wat zou ik zeggen, gevoel voor klanten, weten hoe ze met klanten om moeten gaan. En natuurlijk ook met kennis van techniek. Ja, oké. Nou, dat is een prachtig aantal mensen wat jullie kunnen gebruiken. Is dat dan puur voor dit project en houdt het daarna op? Of? Nee, wat ik hier net al zei over een langdurige relatie, geldt dat ook voor mensen die bij ons komen werken. Dat we in ieder geval de intentie hebben ook om op lange termijn, zeg maar, met elkaar een succesje van te maken. Ja, oké. Dus dat is mooi. Ja. Nou, www.werkeninforce.nu, daar zijn ze ook allemaal op te vinden. Ja, klopt. Wens ik je heel veel succes. Dankjewel. Met het afronden van dit project en al het andere mooie werk wat jullie onder handen hebben. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Ja, en dan nemen we nu letterlijk en figuurlijk Forst onder de loep. Gewapend met microfoon en een loep, gaan wij op pad. Oh, inzoomen. Ja. We zijn op weg naar projectteam De Loep. De Loep is onderzoek aan het doen in samenwerking met gemeente Forst naar hoe ze preventieve maatschappelijke problemen kunnen voorkomen. En hiervoor willen ze de kennis en inzichten van de mensen zelf hebben van Forst. Gewoon vanuit de gemeente? Oh? Ja, vanuit de gemeente. Want het beste is natuurlijk om niet vanaf bovenaf te zeggen van zo gaan we het doen. Maar je moet het hebben van de mensen die daadwerkelijk in de maatschappij zitten. Gewoon de burger. Burger. De burger! Maar geen hamburger. We zijn op zoek naar projectteam De Loep. We gaan even kijken of ze hier zitten. Ja, niet het hele projectteam hier, wel de projectleider. Koen van Bremen, welkom. Dankjewel. Forst onder de loep. Wat is dat precies? Forst onder de loep is een project dat we gestart zijn omdat we denken dat we meer maatschappelijke problemen kunnen voorkomen in onze gemeente. Maatschappelijke problemen zoals schulden, verslaving, overgewicht, nou, heel breed. En dat is hartstikke ingewikkeld om dat vaker te voorkomen. Dus we zijn gestart met een project om van onderop, vanuit de samenleving, alle kennis en wijsheid op te halen. En hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, we hebben een hele lijst gemaakt van 470 mensen. Vanuit onderwijs, vanuit zorg, vanuit de politie, vanuit, nou, eigenlijk overal. En die hebben 90 mensen hebben hen geïnterviewd met vragen over waar zij tegenaan lopen en hoe zij denken dat we meer problemen kunnen voorkomen. Dat zijn in totaal hoeveel mensen dan geweest? Nou, het is gelukt om 411 mensen te spreken, om precies te zijn. Oké, ja, dat is ontzettend veel. Ja, en hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? Nou, een maand of twee interviewen. Oh. En een maand of twee nog om dat allemaal gestructureerd te krijgen, zeg maar. Ja, dat het een mooi document wordt. Nou, dat is een zogenaamde bloemlezing geworden. Die hebben jullie deze maand in oktober gepresenteerd. Wat zijn een aantal opvallende zaken daaruit? Kun je iets noemen? Nou, wat heel opmerkelijk is, is dat door al die sectoren heen, zoals onderwijs, zorg, maar ook op werkgebied, waar het hier veel over gaat, zie je dat iedereen met een aantalzelfde dingen worstelt. Bijvoorbeeld, stel je bent trainer van een kind of je bent basisschooldocent. Wanneer weet je nou dat wat er aan de hand is met dat kind? Of dat er thuis iets aan de hand is? En als je dat dan weet, waar kun je dat melden? En durf je dat dan te melden, zeg maar? En wat gebeurt er dan met dat signaal? En dat is iets wat jullie door alle lagen heen hebben ontdekt. Dat zie je door alle lagen heen. Of dat nou bij je buren is, of het is op school, of het is op de straat of in de supermarkt. Er zijn hele mooie initiatieven ook bij de supermarkt, hè, om meer te signaleren door cashières bijvoorbeeld. Okay. Dat zie je overal. Dus als we daar iets in kunnen vinden met elkaar, dan maak je echt een gigantische verbeterslag. En is dat nu iets dan wat de gemeente op gaat pakken? Of gaan jullie dat dan ook met elkaar oppakken? Ja, we hebben een projectteam, nou ja, zoals jullie net zeiden, met 10 mensen vanuit allerlei verschillende, vanuit de bibliotheek, vanuit het zwembad, vanuit zorgpartijen en ook de gemeente. En dat projectteam gaat het verder brengen, maar uiteindelijk de acties die we gaan doen,
dat kunnen er wel duizend zijn, dat willen we weer met al die partijen ook gaan doen. En, want als je zeg maar met 500 mensen acties uitvoert, dan, dan heb je natuurlijk veel eerder 1000 acties voor elkaar als je dat alleen als gemeente gaat doen. Dit is best een ambitieus project. Hè. Heel anders wordt het ingezet dan normaal gesproken het geval is. Waarom heb jij het idee dat dit gaat werken, dat dit de juiste aanpak is? Nou, omdat ten eerste je wilt echt iets doorbreken. Ik zeg dat we gaan de status quo doorbreken van hoe het nu gaat. En dat is zo'n heel moeilijk, want dat betekent dat bij alle mensen die dus dagelijks bezig zijn met, of dat het nou kinderen zijn of met ouderen die geïsoleerd zijn of met andere mensen met problemen, dat daar zeg maar iets in hun doen en in hun denken een klein iets moet veranderen om het met z'n allen net iets beter te doen. En om dat voor elkaar te krijgen op zo'n schaal, daar kun je alleen maar heel zwaar geschut in zetten. En vandaar dat wij dit proces zijn gestart. Ook omdat het op alle terreinen zich begeeft. Ja. Dus je zult al die partijen en al die mensen ook moeten willen betrekken. Ja, want hè, dit naar boven halen, dat is natuurlijk stap 1. Maar het is wel fijn als iedereen zich aangehaakt blijft voelen en gezien en gehoord. Dat is de grote uitdaging. Ja, dus daar zijn we al continu mee bezig met iedereen te betrekken en uit te nodigen. Iedereen is ook welkom in onze projectruimte. Waar is die? De projectruimte is in het Cultuurhuis. Dat is bij de sporthal De Jachtlus in Twello. Mm-hmm. En daar is iedereen welkom om binnen te vallen wanneer je maar wilt. En daar is het projectteam aan het werk. Ja. En eerst met de bloemlezing, nu met de analyse en straks met de acties. Ja. En we nodigen ook iedereen uit om op forest.nl onder de loep om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. En dan blijf je op de hoogte. Ja, en ik kan me voorstellen dat je die manier ook weet van, dit is wat ik bijvoorbeeld zou kunnen doen. Dat je op die manier op de hoogte blijft. Ja, we proberen ook iedereen steeds aan te geven wat je nu op dit moment kan doen om te helpen, zeg maar. Fantastisch. Dus het klinkt echt als samen met de hele gemeente zorgen dat er minder eenzaamheid is. En wat was het, overgewicht, opvoedkundige problemen. Ja. Huiselijk geweld, noem het maar op. Nou, ik vind het een prachtig initiatief. Dank je wel. Ik ben ook fantastisch om daarbij betrokken te zijn in deze rol die jij hebt. Kom een keer kijken in de projectruimte. Ja, ga ik zeker doen. En we nodigen je graag nog een keertje uit. Goed nieuws en belastingen die lijken niet altijd hand in hand te gaan. Maar wij hebben SNP-adviseurs aan tafel, Michiel Gijsbers. En jullie kunt in ieder geval, misschien nog niet veel leuker maken, maar wel makkelijker, toch? Ja, dat proberen we in ieder geval wel. Ja, dat klopt. Nou, fijn dat je er weer bent. Dankjewel. Ja, we hebben Prinsjesdag achter de rug, die natuurlijk niet heel erg spectaculair was dit jaar. Nee. Zijn er nog highlights, dingen waar we toch rekening mee moeten houden? Ja, Prinsjesdag zijn er eigenlijk maar heel weinig dingen gepresenteerd die nieuw zijn. Veel dingen waren al bekend. Je ziet dat, we hebben een demissionair kabinet natuurlijk. En die houden de boot eigenlijk een beetje af. Dus de Prinsjesdag-mailing die we uitgebracht is een stuk dunner dan normaal. Ja, want dit is een samenvatting. Dat is een samenvatting van de miljoenennota. Ja, inderdaad. Ik riep net al, is dit een miljoenennota? Maar zo dun was die toch ook niet dit jaar. Zo dun was die niet, nee. Dus we hebben daar wel de belangrijkste punten in opgenomen. Kun je eens iets noemen waarvan je denkt, toch even belangrijk om daar alert op te zijn? Ja, het is eigenlijk met name voor de wat grotere ondernemingen waar nog wat punten zijn aangepast. Met name renteaftrekbeperkingen, maar dat heb je meer op multinational gebied. Mm-hmm. Op het moment dat er een vennootschap geliquideerd wordt, dat soort dingen, daar zijn wat aanpassingen in. Maar ja, dat is voor de gemiddelde... Niet voor mijn onderneming in ieder geval. Nee, voor jou is dat niet van toepassing inderdaad. Wat wel speelt, staat niet zozeer in de Prinsjesdag-mailing, maar dat is wel iets wat ook op 1 januari 2018 van toepassing is. Dan wijzigt het lage inkomensvoordeel. Daar komt een loonkostenvoordeelregeling voor terug. En dat is wel een interessante. Mensen zijn nog wel eens, of werkgevers zijn nog wel eens huiverig om mensen aan te nemen die wat ouder zijn of waar een beperking van toepassing is. En daar zijn hele leuke regelingen voor, zodat daar toch ook nog voor de werkgever ook nog interessante voordelen aan zitten. Okay. Dus wellicht dat iets is wat voor mensen nog wel van toepassing kan zijn. Ja, om extra stimulans om toch mensen aan te nemen waar je misschien in eerste instantie niet aan denkt. Precies. Nou, mooi. Dus dat is iets wat in ieder geval ook 1 januari ingaat. Ja. Wat van toepassing kan zijn. Oké, dus dat is even voor wat de miljoenennota betreft of Prinsjesdag. Ja. Dan wilde hij het ook nog hebben over bedrijfsopvolging. Ja, we merken dat een item is wat eigenlijk vaak wordt weggestopt en pas terugkomt op het moment dat iemand echt zijn bedrijf wil gaan overdoen.
Wil je dat fiscaal voordelig doen, dan zitten er toch wel wat haken en ogen aan. En is het wel zaak om dat vroegtijdig al in te gaan zetten. Mm-hmm. En ook daar de begeleiding in te zoeken. De bedrijfsvervolgingsfaciliteiten die we hebben, die zijn er nu nog. Maar je hoort aan alle kanten eigenlijk de geluiden dat die in de toekomst waarschijnlijk toch wel aangescherpt of afgeschaft gaat worden. Dus ons advies is eigenlijk, wil je er wat mee, doe het dan tijdig. Tijdig is gewoon? Nou, minimaal 3 jaar van tevoren. Want er zijn wat voorwaarden die 3 jaar van tevoren al van toepassing zijn. Dus bijvoorbeeld dat je degene aan wie je wil gaan overdragen, die moet ook dan 3 jaar bij jou in dienst zijn. Dat is één van de voorwaarden die spelen. Dus dan is het wel zaak om dat gewoon echt tijdig te doen en niet te denken, dus volgende week wil ik eigenlijk van mijn onderneming af. Nee. Fiscaal voordelig. Dat heeft dus echt die drie jaar op zijn minst dan ook nodig. Ja. Dus zaak om daarover na te denken van, wil ik daar wat mee? Wil ik gebruik maken van de bestaande faciliteiten? Ja, dan is het wel zaak om in actie te komen. Ja. En waarom moet iemand dan al 3 jaar in je bedrijf zitten? Als je iemand hebt waar die je vertrouwt, maar niet in je bedrijf zat? Ja, dat is een fiscale regeling, die heb ik niet verzonnen. Ja, dat is een vraag die bij me opkomt. Ja. Dat ik denk, dat is gewoon de voorwaarde die daaraan gesteld is. Dus. Oké. Pensioenen, kunnen we daar nog iets over zeggen tot slot? Ja, pensioen in eigen beheer is ook een item wat speelt. Vorig jaar is besloten om het pensioen in eigen beheer af te gaan schaffen, of in ieder geval de opbouw van het pensioen in eigen beheer af te schaffen. En dat betekent dat je zelf een spaarrekening opent? Het pensioen in eigen beheer is dat iemand die heeft in zijn BV eigenlijk een spaarpot, als het goed is staan, en daar tegenover staat een pensioenverplichting. Hm. Tegen de tijd dat iemand met pensioen gaat, komt daar een uitkering uit, die hij uiteraard zelf bij elkaar heeft gespaard. Ja. We zien dat veel ondernemers eigenlijk toch een potje hebben die eigenlijk niet toereikend is. En de staatssecretaris heeft dat ook gezien en heeft gezegd van, dat gaan we anders doen. Daar gaan we een regeling voor treffen. Ja. Mensen kunnen eventueel goedkoper van hun pensioen af. En als ze dus dit jaar kiezen om hun pensioen af te kopen, krijgen ze daar een korting voor van 34,5%. Alleen er zitten de nodige haken en ogen aan. Je moet voor het einde van het jaar moet je actie ondernemen. Als je getrouwd bent, dan heeft de partner daar ook nog wat van te vinden. Want je doet ook wat aan het partnerpensioen. Dus ja, kortom, genoeg advies, mogelijkheden daarin. En, dus voor dit jaar, die paar maanden die we nog hebben, belangrijk om even met de adviseur contact te hebben. Precies, mocht daar nog behoefte aan zijn, zeg maar. En mocht iemand daar nog wat over willen weten, dan is het wel zaak om dat dit jaar nog te doen, want dan is de korting het hoogst. Okay. En, er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt afkopen, je kunt omzetten in een oude dagsverplichting en je kunt het ongewijzigd voortzetten. Ja, het gaat te ver om dat nu allemaal te doen. Maar belangrijk wel om er in ieder geval, naar op tijd mee te beginnen. Ja, precies, ook weer. Precies, op tijd. Weer. Ja. Maar dat is altijd met fiscaliteit. Ja. Nou, Michiel, super bedankt dat je er was. Ik vond het in ieder geval leuk. De belastingen zijn er niet leuk, maar wel leuk dat jij aan tafel komt. En tot de volgende keer. Het gaat goed met bouwbedrijf Aan de Steggen uit Twello. Er is zelfs sprake van recordomzet. Jeroen Drent, commercieel directeur, vertel. Waarom gaat het zo goed? Ja, het ondernemersvertrouwen is weer terug. De rente staat laag en dus komen alle bouwplannen, verbouwplannen weer uit de kast. En ik denk dat het bij ons extra goed gaat doordat wij ons een aantal jaar geleden hebben gespecialiseerd in een aantal sectoren. Parkeren, maar ook voedingsindustrie, chemische industrie. En doordat je een aantal keren voor die type ondernemers gebouwd hebt, geeft dat gewoon heel veel vertrouwen en vernieuwopdrachten. En zit je gewoon anders aan tafel. Ja. En dat levert mooie nieuwe opdrachten op. Dus doen jullie goed. Ja. 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 Nou zijn jullie een landelijk werkend bedrijf, maar jullie bouwen ook in de regio, neem ik aan. Ja. Van wat voor projecten hebben jullie daar? Van de ene kant vinden we het heel leuk om dat avonturierschap te hebben, dat je helemaal in Friesland bouwt of helemaal in de buurt van Den Haag. Ja. Anderzijds is het voor je medewerkers ook wel heel mooi dat ze gewoon metels in Deventer kunnen bouwen. Of de slachterij Ameco in Apeldoorn. We gaan begin volgend jaar weer een heel groot bedrijfsgebouw bouwen in Zwolle. Dus we kunnen meerdere collega's van dienst zijn. Aan de ene kant landelijk en mooi is vroeg 's morgens wegrijden en kom je nog eens ergens. En anders lokaal. In de regio. Ja. Ik hoorde jou metels zeggen. We spraken ook al Gerard van Dalen. Daar werken jullie dan nou mee samen? Ja. Leuk. Ja, je ziet dat we elkaar nu wel gevonden hebben. Je ziet, van de ene kant, het moet allemaal sneller en beter. Anderzijds, als je elkaar ook kunt helpen en dan kun je samenwerken naar een
beter eindproduct. Ja. Ja. Want die samenwerking, dat gaat tegenwoordig ook anders. Ik noem het even, ik weet echt niet wat het is, Concord Engineering. Mm-hmm. Ik heb het prachtig opgeschreven, ja. Wat is dat? Nou ja, traditioneel zie je dat de architect maakt tekeningen en het bouwbedrijf die calculeert de tekeningen. En als je dan de goedkoopste prijs hebt, mag je het realiseren. Hm. Wij hebben ons gefocust op een aantal branches, gekeken waar kunnen we meerwaarde leveren. Nou, vervolgens kun je die meerwaarde leveren en dan zit je ook ineens samen met die opdrachtgever aan dezelfde tafel. En ik zeg opdrachtgever, maar inmiddels zit de installateur er ook bij. Hm. Dus dan zit je zeg maar met architect, constructeur, installateur en opdrachtgever. Zit je met z'n allen aan de tafel en werk je allemaal, het programma van eisen vertaal je dan in het beste bouwplan. Mm-hmm. En het beste bouwplan is dan het beste totale bouwplan. Mm-hmm. Dus met een optimale constructie, met een optimale integratie van de installatie, met het mooie beeld wat de architect wil passend bij de opdrachtgever. Mm-hmm. Dat hij zegt, nou, ik heb liever een hele goede spreekkamer. Of een heel mooi logistiek proces. En dan mag het daar weer wat, wat minder. Of, maar dat doen jullie dus gewoon allemaal vanaf het begin met elkaar. In plaats van iedereen zijn eigen hokje. Nou, en dan op een gegeven moment het eigenlijk. Moet het allemaal samenpassen. Ja, ja. Ja. Dus dat en dan helemaal 3D tekenen. Mm. En dan vooraf goede afspraken maken over tijd en over budget. En over ambitie en programma van eisen. Ja. Klinkt ook dynamischer, moet ik zeggen. Ja. Dat je veel meer aan het creëren bent samen. Ja, je hebt heel veel input en inbreng in een bouwplan. En dat maakt uiteindelijk heel trots op het eindresultaat. Anderzijds vraagt dat ook iets extra's van je collega's. Mm-hmm. Want je moet niet uitwerken wat al bedacht is. Nee, je moet zelf meedenken en sturing geven aan het project. Ja. Nou, je noemt het al, collega's. Ik kan me voorstellen, zoveel werk betekent ook extra personeel. Ja, ja. Ja, wat zoeken jullie op dit moment? Nou, we zoeken nu eigenlijk voornamelijk een bouwkostendeskundige. Dus iemand die naast mijn collega's aan tafel zit bij die opdrachtgever en die zegt, nou, ik bewaak het budget, ik kijk mee in het optimaliseren van de constructie. Ik praat dus met een onderaannemer, met een vandalen, om te kijken hoe ik die installatie binnen budget in het programma van eisen in het plan kan integreren. Klopt het dan dat er andere eisen worden gesteld aan iemand in die functie dan een paar jaar geleden? Ja, ja. En je ziet toch dat een aantal, alles nieuwe technieken, nieuwe ideeën. Het is allemaal wel dynamisch en het moet ook sneller. Ja. Je ziet ook wel dat door de crisis dat klanten weer koning zijn. En dus moet je ze ook een beter product leveren. Ja. Of vinden wij in ieder geval dat dat moet. En ja. Blijkbaar is dat een van onze succesfactoren geweest. Het wordt gewoon van je gevraagd en jullie kunnen daaraan voldoen. Ik vind het ook wel goed eigenlijk, ja. Ja. Nou, die bouwkostendeskundige heb je het over. En verder nog behoefte aan een bepaald type personeel? Ja, het liefst gewoon jonge mensen die uit de regio komen. Die zeggen, ik wil echt een vak leren, maar niet alles aannemen van tekeningen, maar gewoon meelopen en dan kun je bij ons gewoon eerst op de verschillende afdelingen kijken en dan kijken welke type werkzaamheden het beste bij je passen. En dan zorgen dat je daar heel goed in wordt. Oké, nou dat klinkt hartstikke mooi. Dus voor talent, toekomst voor talent, daar zocht ik naar. Nou, dankjewel Jeroen, veel succes met al het werk, want het zal ook ongelooflijk druk dan voor je zijn. Stof dat je hier aan tafel kwam. Graag gedaan. En ook deze vacatures staan weer op www.werkeninforce.nu. Tot de volgende keer. Dankjewel. Ja, u heeft heel veel goed zakelijk nieuws gehoord uit de Stedendriehoek. Heel veel vacatures en ik noem de site gewoon nog een keer waar u ze op kunt vinden. www.werkeninforce.nu. Ja, en daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze Sky Regio. En zoals gewoonlijk zijn we weer door het goede nieuws heen gevlogen. Ik bedank mijn gasten die hier aan tafel hun verhaal hebben willen vertellen. Zo zijn dank ik heel erg voor de gastvrije ontvangst op dit prachtige kasteel De Lathmer. En ik bedank u natuurlijk voor het kijken. Over kijken gesproken, deze uitzending van Sky Regio kunt u altijd zien op skyregio.nl, vorst.tv en stedendriehoek.tv. En deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Nieuwsblad Stedendriehoek. Graag tot een volgende keer. Tot Sky Regio.